Met het doel ondernemers in het binnenland te ondersteunen, heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Pansa Group of Companies. Met deze samenwerking krijgen kleine ondernemers de kans om hun producten op grotere schaal aan de man te brengen. Pansa Group of Companies zal machines leveren die de productietijd zullen inkorten. RO-directeur Wilco Venisi laat weten dat de overheid een faciliterende rol vervult bij deze samenwerking. Wat wij eigenlijk zullen doen, moet u zien als een mediator. Dus een schakel tussen de ondernemers en het bedrijf, Pansa Group of Companies. Waarbij wij gebruikmakend eigenlijk van onze faciliteiten, onze werkarmen, met Pansa Group samen naar de ondernemers toe zullen gaan en introduceren. Maar ook dat wij een wakende oog zullen hebben op het proces om erop toe te zien dat het beleid dat wij voornemens hebben, dat beleid daadwerkelijk goed wordt nageleefd. En dat Pansa Group of Companies ons behoorlijk ondersteuning kan geven daarin. RO-directeur Venisi over de ondertekening van de intentieverklaring met de Pansa Group of Companies. Hiermee is inhoud gegeven aan de public-private partnership gedachte die bedoeld is om strategische partnerschappen aan te gaan met bedrijven uit de private sector. De managing director van Pansa Group of Companies NV, Maurino Pansa, zegt dat deze samenwerking een lang gekoesterde droom is. Hij gaf een presentatie over de diensten die de Pansa Group biedt. Mijn naam is Maurino Pansa. Ik ben de CEO van de Pansa Group of Companies. De Pansa Group of Companies bestaat uit drie bedrijven. Namelijk Pansa Machine Shop, Pansa Industries en Commercial Contracting Company, Pansa & Sons. Ons bedrijf kent haar oorsprong of al is ontstaan ongeveer 40 jaar terug. Voornaams waren we bezig binnen de bauxietsector, daar is het allemaal begonnen als industrieel bedrijf. En uiteindelijk zijn we uitgegroeid tot een industrieel bedrijf dat de totale industrie van Suriname bedient. We zitten in alle branches van Suriname, waaronder de olieindustrie, de mijnbouwindustrie, CQ goudindustrie. En nu zijn we bezig ook met de agroprocessing en foodprocessing industrie. In drie woorden zijn onze diensten industrieel onderhoud, mechanisch onderhoud, industrieel engineering, industrieel fabricage. Maurino Pansa, gisteren tijdens de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Pansa Group of Companies.